We gaan dus verder met programma nummer 124, dat is de heren 100 meter vlinderslag, de finale IPC met op baan 1 voor zwemvereniging Haarlem, Colin Degenaars. Op baan 2 voor het Maleisische Paralympische zwemteam, Vrede Dawal. Op baan 3 voor ZPC Woerden, Thijs van den End. Op baan 4 voor de zwemvereniging Haarlem, Mark Evers. Op baan 5 voor ZW 44, Michiel Joring. Op baan 7, baan 6, lane 6, eveneens Maleisische Paralympische zwemteam, Chung Bai Yong. En op baan 7 voor Parasport Austria, Andreas Onea. Dit is de finale 100 meter vlinderslag heren IPC. We zijn begonnen aan die 100 meter vlinderslag. De voorsprong meteen voor Michiel Joring in baan nummer 5. Mark Evers in baan nummer 4. En het bijzondere is, ze zijn allebei van de categorie S14. En tijdens duelleren dus tegen elkaar op tijd. En die tijd die gaat tellen. 27-11 is een hele mooie opening van Joring in baan nummer 5. De derde positie dus voor Chung Bai Yong. En zo komen we dus terug naar de muur. Evers, de gevallen Paralympisch kampioen. Tegenover het nieuwe talent Michiel Joring in de Paralympische klasse. Hier tussen de oranje lijnen gaan ze naar de muur. Langzaam maar zeker komt Evers daar dichterbij. En laat de natuurlijkste kracht zien, Michiel Joring. Hij doet hier heel goed zijn best. Een mooi talent. En we gaan zien dat Evers nipt die voorsprong pakt op naar de muur. Dan kijken we naar die tijd. En die tijd is 59-42. 1-0-0-0-5 voor Michiel Joring, dat is ook een prachtige tijd, want die 1-0-0-0-5, dat is de limiet voor de WK Mexico! Mooie tijd hier van deze twee heren tussen de oranje lijnen. Dan kijken we verder en dan zien we dat het mooi gezwommen is door de anderen. De punten die moeten wij u even schuldig zijn, dames en heren, die komen later in het programma. Maar wat een fantastische race door de heren in de oranje lijnen. Twee mooie tijden. Een WK-limiet geeft ze een applaus.